Ja. Oké, staat het op de film? Nee. Zijn ze te snel? Ja, ik wil het ook nog doen. Die kan ik gebruiken. Ja, je moet eerst dat gewoon zorgen dat er een vonkje in komt. En dan het daarin. En dan het daarin leggen, ja. En dan een beetje samenvouwen en blazen. Dit is een beetje wel harder. Je moet echt de rand, nee, je charcoal, je katoen. Aan de bovenkant. Ja. Dus je deze rand gaat gebruiken, zeg maar. Dat zit er zo op. Great! Let's put the stuff inside. Oh ja. Ik wou daar een dakje op pakken, maar dat hoeft helemaal niet. We hebben een heel afdak. Ja. Aanpakken, doorschuiven. Take a new better one. It's going in pieces. Yeah, okay. So yeah, moet je gewoon eigenlijk. You lose all your stuff. It's okay. Up or down? Up. You hold it. Wow, it's got a plaat. Yeah, zeker. Yeah. That one. I had one time. I had. Almost. Keep your hand down. And when you down, you grab it. Yeah. Don't push your thumb though. Yeah. It doesn't fall out. No. Okay. But the sugar does. Yeah. Fish eggs. I actually love orange colored fish eggs. So. Huh? Lekker. Wow. Good. Yeah. Really nice. Well, to your health, Ulrika. You have more, Ulrika. Prost. You carried it. Cool. Do you have cool. more? Do you have more? Yeah, lekker, man. Yeah. Kunnen we die foto's ook krijgen die op de site komen? Ja. Come a little closer. We have a fly-eating plant in Sweden. A fly-eating? A fly-eating, a meat-eating fly. Yeah. And it's called Rundsilshår in Swedish. I don't know any other name. It's the red one here, very spooky one. If you put your finger in it, it bites you. Yeah. It's got large teeth. But what? Anything happens then? No, your finger is too big, and the leaves are so small. And you can use it as a healing plant. You can boil tea of it, and it's some healing. And it will catch your tongue. Yeah.
een fik, hè. Ja, dat is een beetje grappig. Maar als je een bubbel maakt, dan is het ook. Weet je dat je zegt, ja, dan is het twee en dan heb je deze stand gekocht. Ja, met de steken dan. Ja. Wanneer? Als je dan maar deze stap uitmaakt, want dan heb je natuurlijk gewoon een bubbel dan. Ja, je moet zorgen dat hij onder ligt. Dan rol jij tegen hem aan en niet hij tegen jou. Ja, wat is het verschil? Maakt heel veel verschil, Jody. Als jij tegen hem aan rolt, kan je omhoog kruipen. En als hij tegen jou aan kruipt, kan jij op een gegeven moment niet meer omlaag kruipen. Ja. Ik heb even een steunbalk hier tussen. Heel goed. Ja, ik zou daar dan bij voorkeur eigenlijk een wat steviger, want je, hey, in je constructie wil je wat meer kracht hebben. Ja. Dus je gebruikt voor het dak gebruik je vrij zware balken nu. Ja. En voor het steunbalkje. Moet wel, er een, moet wel wat zwaarder zijn. Ja, daar zou ik eigenlijk dan zeg maar zo een tussen hier liggen. Dit? Ja. Ja. Dat hoeft nu niet. Maar op het moment dat je, kijk, als ik hierop ga drukken, weet ik zeker dat niet.